We beginnen met een laagje Frosted Pink Fibercoat. Frosted Pink Fibercoat is een hele zachte roze tint, semi-transparant. En Julia gebruikt de Fibercoat heel erg veel om dat beetje mistige effect te krijgen. Als deze is uitgehard met een beetje folie, brengt ze een beetje shimmer aan op de basis. Je zou trouwens ook voor Magnolia uit de Seduction Gel Polishes kunnen kiezen. Met Pink Fibercoat en ook de Liner Gel White gaat ze werken en de Glass Gel Polishes wordt het design mee opgebouwd en constant als er wordt geschilderd wordt dat gedaan op een laagje Extreme Matte. Je ziet hier de verschillende kleuren Glass Gel Polishes en die gaat Julia natuurlijk ook een beetje met elkaar mengen om verschillende gradaties van kleuren te krijgen. Dat is iets waar Julia echt uniek in is. Ik zou snel kiezen voor een kant-en-klaar product, maar Julia houdt er van alles op na te maken. Ze heeft trouwens nu ook prachtige pauwenveren gemaakt. Deze kleuren worden aangebracht over de folie en zorgt alvast een beetje voor de basis, een soort geschetste basis van de toekomstige bloem. Zo kiest ze ook haar kleuren. Dus dat groen verraadt al dat er straks een beetje groene blaadjes zullen zijn. De opbouw van diepte verraadt al een beetje waar de kern van de bloemen zullen zijn, waardoor je wat meer diepte krijgt. Wordt allemaal aangebracht over die folie. Werkt wel heel erg dun en egaal, want anders krijg je straks problemen met verhogingen met nageloppervlakte. Dit wordt uitgehard en Julia mengt nu Liner Gel White en gebruikt detailer nummer 3 voor haar eerste bloem. Zoals jullie kunnen zien gebruikt ze haar penseel, ze duwt hem neer en trekt hem omhoog en daardoor krijg je dit geweldige relief in de blaadjes. Liner Gel White is hier wel het meest geschikt voor, omdat deze sterk gepigmenteerd genoeg is om heel dun te werken en toch dat relief te krijgen. Alles wordt eigenlijk gedaan op dezelfde techniek, dus duwen en optillen van het penseel. Alles met de detailer nummer 3. Die lijkt nu heel erg groot, maar ze werkt er heel erg klein mee. Deze blaadjes zijn semi-rond van vorm, een beetje amandelvorm. En vaak is het mooi als je een bloemdesign maakt om alle blaadjes van de bloem dezelfde type vorm te geven. Een bloem bestaat maar zelden uit zowel ronde als puntige blaadjes. Ook in dit soort designs is het belangrijk dat je eerste laag helderder wit is dan de lagen die hier bovenop komen om die diepte te benadrukken. Hieronder alvast de basis voor een toekomstige blaadjes en ze gaat een beetje mengen met de kleuren. Hou er rekening mee dat nu deze liner gel wel al is uitgehard, hè? Want dit wordt aangebracht op de liner gel en creëert meteen een soort schaduweffect. Glass gel polishes hadden we ook shadow gel polishes kunnen noemen, want je brengt hem aan en je hebt meteen een gekleurd hart van je bloem. Zoals je kunt zien met deze oranje tint, het hart van de bloem wordt wat donkerder, wordt een beetje geel bijgepakt en zo maakt ze een automatische blending over het bloemblad heen. Nou, een klein beetje groen wordt erbij genomen en daardoor krijg je een complementaire kleur schaduw die neigt naar het groen. Uiteraard weet je dat hij zo direct verder mee werd geworden. De truc is nu, na het uitharden, Frosted Fibercoat eroverheen aan te brengen, waardoor je dat misty effect krijgt en een laagje Extreme Matte na het uitharden van de Frosted Fibercoat. Want die Extreme Matte zorgt ervoor dat we zo direct de volgende laag perfect kunnen schilderen, zoals jullie kunnen zien. Want nu hecht die liner gel heel goed aan het oppervlak. Eigenlijk op dezelfde manier wordt nu de bloem uitgewerkt. Dus er wordt een volgende laag blaadjes aangebracht tussen de vorige blaadjes, over de vorige blaadjes heen, in diezelfde kleurtonen. Er wordt dus een beetje gespeeld met het rangschikken van die blaadjes. Dat is iets wel wat je een beetje moet oefenen. Dat moet je een beetje in je gevoel hebben. Nou, hier wordt natuurlijk aan de zijkant gewerkt. Af en toe gaat de camera een beetje out of focus. Maar ja, het is toch geweldig om te zien hoe zij deze prachtige nagel maakt. Toen ik dit de eerste keer zag, nou, ik was intens gelukkig dat Julia Vorobieva haar geheimen met ons wilde delen. Hou haar dus zeker in de gaten. Nou, er wordt toegevoegd en toegevoegd. Dus die blaadjes worden ook gaandeweg gevormd. Soms moet je om het op te vullen in een design, hetzij een blaadje groter maken, hetzij juist een extra blaadje toevoegen. Dat zijn keuzes. Het is nog niet uitgehard, pas als alles is uitgehard ga je door naar de volgende laag. En alles is uitgehard en nu wordt de schaduw weer aangebracht. Je merkt dat de schaduw nu iets intenser van kleur is, iets meer groen heeft, waardoor die eerste laag zich nog meer differentieert, loskomt van de tweede laag. En daardoor krijgen we nog meer diepte. Je ziet dat ze die kleuren aanbrengt. Waar je natuurlijk wel rekening mee moet houden is die Extreme Matte grijpt hem lekker goed vast. En dit wordt uitgehard en er gaat weer Fibercoat Frosted Pink overheen. In combinatie met de roze Fibercoat. De roze Fibercoat wordt aangebracht op de plekken waar je niet wil dat de Frosted Pink te veel over het design heen komt. Dus eigenlijk als een soort barrière, een soort buffer, waardoor die Frosted Pink maar deels over je geschilderde bloemen heen gaat en deels niet, want daar heb je dan de transparantie van de Pink Fibercoat.
Egaliseer dit mooi en Extreme Matte wordt aangebracht om wederom een volgende laag aan te brengen. En als dit is uitgehard, nou het is gewoon weg amazing zou ik dat zeggen. En nu wordt er een kleiner penseeltje gepakt. Ik meen de detailer nummer 1, maar het zou ook de master detailer kunnen zijn, voor de kleine elementen. Dus we gaan tussen de detailer nummer 3 en de detailer nummer 1 heen en weer om de elementen hetzij groot aan te zetten, hetzij klein aan te zetten. Julia heeft perfecte handcontrole, waardoor de blaadjes zelfs met die detailer nummer 3 groot kunnen worden aangebracht. En we zetten nu de randen van de bloembladeren aan met die lichtere kleur, waardoor dus deels het bloemblad uit de nagel lijkt te komen en deels ook in de nagel lijkt te gaan. En het is dat spel van diepte en licht waardoor je je echt een meester kunt zijn. Noemen. Er wordt nu een kleur gemengd voor de kleine bloemblaadjes. En deze bloemblaadjes, de groene blaadjes, worden eigenlijk op een jostevol manier gezet. Dus de nerven, de achtergrond vormt eigenlijk de nerf. En wat er wordt geschilderd is de ruimte tussen de nerfjes. Dat is best wel even een trucje om dat goed in de vingers te krijgen. Ik weet het, want toen ik thuis aan mijn bureau zat te werken hiermee, had ik toch de neiging wat te grote bloemblaadjes te maken. Maar dat die schaduw die licht over die bladeren heen gaat, je ziet het ook hier, ze zetten hem dan aan met dat lichtgroene, waardoor je dat, die basislaag eigenlijk extra leven geeft. Het is een ontzettend snelle techniek, maar een ontzettend efficiënte techniek. En je ziet hier ook al hoe mooi het over elkaar lijkt heen te waaien als in een wulpse avondzon. Nu wordt hij in het midden van deze prachtige tableau geplaatst en zie je hoe je op een eenvoudige, snelle manier een wulps design kunt hebben wat als een zwoele zomeravond over je heen glijdt als de warmte van de zon. Julia Vorobieva, een artiest uit Rusland.